zou mijn moeder echt niet willen verliezen. Allee, weet je, dat is zo, ja. Je hebt dat natuurlijk niet zelf in de hand, zo'n dingen. Het is natuurlijk geen leuk nieuws wat ik nu allemaal vertel. Hey, hey, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het een mindere leuke video, wel alleszins toch voor mij. Met deze video wil ik gewoon jullie op de hoogte brengen waarom dat ik eigenlijk deze week bijna niet gefilmd heb. En dat is gewoon het feit van, ik heb eigenlijk het heel druk gehad, dus ik werk nog. Ik ben de laatste keer dus naar de zangkoor geweest en dat wil zeggen, het is niet de laatste keer dat ik naar de zangkoor ga, maar we hebben een zomerstop van een maand, dus ergens half augustus gaan we terug beginnen. Want dan hebben we een optreden in Leuven dat wij gaan doen. Dus dan moeten we eigenlijk al beginnen half augustus gaan beginnen te repeteren. Daarbij heb ik het deze week ook nog eens druk gehad met mijn nieuwe single. Dus nu de dinsdag ga ik mijn nieuwe single inzingen. En dat vraagt ook natuurlijk heel veel tijd en repetities en allee ja. En daarbuiten hebben wij heel slecht nieuws gekregen. Dat was een dinsdag, kreeg ik telefoon. Dat mijn moeder borstkanker heeft. Er is een tumor gevonden en het blijkt kwaadaardig te zijn. De ziekte van kanker, dat zit bij ons eigenlijk in de familie. Ik heb zelf ook kanker gehad. Ik heb in 2008 heb ik darmkanker gehad. Ik ben daar heel goed van hersteld. Ik heb heel veel familieleden die op zeer jonge leeftijd ook overleden zijn aan kanker. Mijn papa, die is overleden als ze maar 41 was. Dus die is eigenlijk jonger dan mij, want ik ben er nu 43 en ik word dit jaar 44. Mijn onkel was 57 jaar. Bij mijn moeder is het een tweede keer dat ze borstkanker ontdekken. De eerste keer was het goedaardig en nu heeft ze voor de tweede keer borstkanker en is het kwaadaardig. Ik zou mijn moeder echt niet willen verliezen. Allee, weet je, dat is zo, ja. Je hebt dat natuurlijk niet zelf in de hand, zo'n dingen. Het is natuurlijk geen leuk nieuws wat ik nu allemaal vertel. Ik snap het wel. Ik weet zelf niet hoe ik er moet aan beginnen. Dat is al 4 jaar dat ze zit te klagen van haar borst en dat er een bolletje in zit en dat pijn doet. Haar dokter zei van, oh, maar dat is niet zo erg. Dat zal misschien gewoon een vetbolletje zijn en dan kan dat ook pijn doen. En zolang dat dat groter wordt, gaan we ook niks doen. En nu, maar ze bleef pijn doen, pijn doen, pijn doen. En dan is ze naar een andere dokter geweest. Na 4 jaar gaat ze naar een andere dokter. En die dokter heeft haar naar het ziekenhuis gestuurd voor een onderzoek te laten doen. En zo een punctie en zo. De dinsdag kregen we telefoon dat ze opnieuw borstkanker heeft en dat het kwaadaardig is. Nu moet ze nog verdere onderzoeken doen. Vandaag hebben wij naar het ziekenhuis geweest en dan heeft ze een botscan moeten doen. En die uitslag gaan we ergens deze week ook hebben. Nu sowieso ga ik jullie op de hoogte stellen van heel dat gedoe hoor. Maandag moet ik ook een hele dag in het ziekenhuis zijn met haar. De dinsdag ook. Maar dan is het tot ergens in de namiddag. En dan ga ik rap naar huis, want dan moet ik mij omkleren, mij klaarmaken, want 's avonds om 7 uur moet ik in de studio zijn in Linter, dat is ook ergens tegen 10. En daar ga ik mijn nieuwe single inzingen. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken, want ze geeft bijna 40 graden de dinsdag. Ik heb wel airco in mijn auto, maar die wordt ook niet koud, koud, koud. Ik bedoel, alles, dat is maar een gewone, simpele airco, weet je. Dus ja, dat gaat wel wat worden. Dus ja, voor de rest kan ik daar niet meer zoveel voor zeggen. Dus het is nu even wachten op al die uitslagen ze moet doen. Het is daarom dat alle datums zo helemaal kort op elkaar zitten, zodat ze niet lang meer moet wachten. Het is wel zeker dat ze sowieso moet een operatie ondergaan om het gezwel te verwijderen, maar dan gaan ze ook zien hoe ver dat het uitgezaaid is, in wat voor een stadium dat het zit. Weet je, dat zijn allemaal, dat gaat allemaal blijken uit al die onderzoeken dat ze nog gaan moeten doen. Ik ga stilletjes aan afsluiten, want ja, ik kan er eigenlijk nu op dit moment niet veel over zeggen. Maar het moest gewoon even van mijn hart af, weet je. Je hebt daar soms wel echt zo van die behoefte aan, van ik wil met iemand praten daarover, maar dat lukt niet, want ik heb niemand daarom om daarover te praten. En de enige waar ik nu mee kan praten is met mijn camera. Ik ben blij dat ik het toch alleszins tegen jullie kan vertellen. En ja, volgende week heb ik meer nieuws over mijn moeder. Er komen trouwens nog veel leukere video's aan in de toekomst. Dus blijven mijn kanaal volgen. Dus zeker de moeite waard om even te abonneren op mijn kanaal. Oh ja, en als je abonneert op mijn kanaal, mennetjes, klik dat belletje aan. Want dan word je altijd op de hoogte gesteld van elke nieuwe video dat ik ga posten. Dan krijg je ting, een berichtje van, ah ja, er komt een nieuwe video van Katja. En dan kun je daarin zien. Zo simpel is dat.
Meer is dat niet. En het kost niks, hè, mannetjes. Het is gratis. Dus waarom zou je het niet doen? Geef nu toe. Gewoon doen, hè. Ik wens jullie alleszins een hele goede dag toe, avond toe. Ik weet niet wanneer dat jullie mijn video kijken. En dan zie ik jullie heel graag terug volgend weekend in een nieuwe video. Dag! Ciao!